Ik was vandaag heel even op het strand. Dat doen we wel vaker. Dan gaan we heel even, zeg maar tegen een uur of drie, naar het strand. En er kwam ook iemand tegen die zei, meneer, bent u de oudste vroeger van Nederland? Ik zeg, ja, dat ben ik. Hij zegt, maar hoe is het met die verhuizing afgelopen? U ging toch verhuizen? Wij zijn, zeg maar, zes weken geleden al verhuisd naar een nieuw huis. Dat huis ligt achter mij. En dat kwam gewoon omdat we dat vorige huisje, waar alles wel was, maar gewoon te klein vonden. En het terras was overdekt, maar het leek een beetje alsof je in een parkeergarage zat. Dat vonden we helemaal niet leuk. Nou goed, we hebben een goede vriend, René, en die ging even zoeken op het internet en die zei, Peter, ik heb iets voor jullie gevonden, dat is misschien wel aardig, zullen we daar gaan kijken? Dus wij zijn toen gewoon naar een nieuw huis gaan kijken. En er was een ontzettend aardige jongen die dat beheert. En dus wij dachten, dat willen we wel gaan bewonen voor de komende 4,5 maand. En dat hebben we eigenlijk ook gelijk die middag beslist. En we konden er gelijk in. Dus we waren eigenlijk voor de kerst al verhuisd. Het is een ontzettend leuk huis. Het ligt in een heel klein resortje. En dat ligt meer naar het westen toe eigenlijk. Wat wij erg leuk vinden, omdat we al zo lang aan die oostkant hadden gezeten. En het is echt een superleuk klein resortje met hele leuke huizen. Twee slaapkamers, één badkamer, dat is wel zo. En een leuke woonkamer eigenlijk, waar echt alles is, weet je. Ik bedoel, het is net of het je eigen huis is, bijna. Dus dat is ontzettend fantastisch. En dat hebben we dus in één middagje beslist. Of ik geloof dat we een paar dagen later zijn teruggekomen om de contractjes te tekenen en zo. En hier gaan we blijven tot, nou, zeker, even kijken, april. Ja, eind april. En dan gaan we weer natuurlijk naar huis, want dan zitten onze 180 dagen op het eiland hier erop. Want je mag hier maar 180 dagen blijven, weet je. En de vorige keer had ik ook een aantal vrienden die mijn vlog ook bekijken. Een of ander is Jum. En die zei, ben je een beetje klaar met dat eiland? Want ik zag er niet zo vrolijk uit. Ik was me eigenlijk niet van kwaad bewust, maar het kan natuurlijk gewoon dat ik misschien wat chagrijnig overkwam. Het was niet mijn bedoeling om dat chagrijnig voor de camera te zitten. Maar dat was ook niet zo. Maar misschien had ook wel dat huis er wat mee te maken. Dat ik daar in die, voor mijn gevoel, garage zat. Weet je wel. En je zit hier toch omdat je buiten wil zijn. Want daarvoor ben ik hier, gaan we hier naartoe. Weet je, in de winter. Het is natuurlijk een lekkere temperatuur. Maar ja, we gaan niet echt de hele tijd op strand doorgebakken liggen zijn. Dat doen we niet. We blijven ook best veel thuis. Dus een huis is eigenlijk om die reden ook erg belangrijk. We zijn hier ontzettend tevreden. Dus, en ook over het huis natuurlijk. En het eiland, ja, het is heerlijk weer. Af en toe regent het. Nou, vinden wij niet erg. Al dat soort dingen, weet je wel. En we hebben het dus echt verschrikkelijk naar ons zin. Dus spreken!